print de boodschap print today. Onjuiste berichten over verkiezingsactiviteiten. Via social media worden berichten rondgestuurd als zouden er honderden binnenlandbewoners uit Frans-Guyana en Guyana naar Suriname worden gebracht en verspreid over verschillende dorpen worden voorzien van identiteitskaarten en stembiljetten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt ten overvloede dat deze berichten niet op waarheid berusten. De verkiezingswerkgroep Binnenland heeft tot en met 16 maart 2020 in de gebieden Brokopondo en Apura de laatste missies uitgevoerd waarbij er identiteitskaarten zijn gemaakt voor personen die voldoen aan de voorwaarden voor het hebben van een Surinaamse identiteitskaart. De werkgroep Binnenland kiest voor haar missies altijd een centrale plek waar de mensen van de omgeving zelf naartoe komen om hun burgerszaken in orde te maken. Het volledige bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.